Ik heb het een enge ervaring gevonden. Ja, je moet echt even aarzelen voor het eerst in dit gesprek. Je bent zeer wel bespraakt. Nee, hoe komt dat? Ik ben net als jij gewoon al heel lang actief in het publieke debat. Mm-hmm. En dat publieke debat, dat kan heel erg... dat kan agressief zijn, dat kan lik op stuk doen, dat kan intolerant zijn. Maar er is uiteindelijk altijd wel de mogelijkheid om je standpunten gepubliceerd te krijgen, daar voor een deel medestanders voor te krijgen en voor een deel tegenstanders. Zo is het eigenlijk altijd al geweest. Mm-hmm. Of het nou ging om bankbuffers, migratievraagstukken, integratievraagstukken, het democratisch systeem, de ismus. Referenda. Het is de Europese Unie, noem alle ingewikkelde, emotioneel bezette onderwerpen maar op. Maar we hebben het altijd kunnen bediscussiëren. En er zijn natuurlijk altijd wel mensen geweest zoals ik, die dachten van nou, dat had wat mij betreft nog wel wat genereuzer kunnen zijn. Maar de mogelijkheid om in Nederland verschillende standpunten te respecteren, mm-hmm, dat is er eigenlijk altijd geweest. En wat er het afgelopen jaar rond de coronamaatregelen gebeurd is, is wat dat betreft daar toch een tamelijk radicale breuk mee. Want die diversiteit is er niet. En iedereen die op de een of andere manier een ander licht laat schijnen op de maatregelen die afgekondigd werd, ja, die wordt met een hedendaagse term, die wordt gecanceld. Buitengesloten, wordt zeer agressief bejegend. Zijn standing of haar standing wordt aangepakt. De competenties. Heb je dat meegemaakt? Nou, deels, maar mij persoonlijk, ik heb me uiteindelijk ook op een aantal van dit soort onderwerpen gewoon ook op de vlakte gehouden. Maar ik heb het in mijn omgeving zien gebeuren, hoe dat met René ten Bos is omgegaan, Robin Fransman, Bas Jacobs, Koen Teulings. Hoe er op jou gereageerd is, dat zijn toch dingen waarvan ik dan denk van wow, dit ken ik niet, dat heb ik niet eerder zo meegemaakt. En het is dus, ja, it's across the board, hè? Het mm-hmm is dus eigenlijk overal. We hebben een vrij, dat, in ieder geval die aanname hebben, we hebben een pluralistisch medialandschap, dachten we. Nou, als het gaat om coronamaatregelen, het is eenstemmig geworden. En nauwelijks bereidheid om daar op de een of andere manier... Hoe verklaar je dat? Want jij bent inderdaad, je zegt het terecht, je bent al jaren zeer actief in het publieke debat. Ja, zeker. Ja. Met boeken en met columns en met televisie- en radiooptredens. En, ja. En er zijn nogal wat hete hangijzers voorbijgekomen zo de laatste jaren. Migratie is er één van, of de Europese Unie is er een ander van. Ja. Je bent instrumenteel geweest in het aanzwengelen van het debat over referenda. Over de wet open referenda. Dat ging al best hard eraan toe soms. Zeker. Hoe verklaar je dit dan, deze breuk daarmee die je waarneemt? Kijk, ten eerste, maar er zijn natuurlijk meerdere onderwerpen die dat hebben. Het is zwaar emotioneel bezet. Het is voor veel mensen zwaar. Ja, en men heeft daar sterke emoties bij. Mm-hmm. Dus dat is één. Het is voor een deel is het een... De sociaal-wetenschappelijke term is it's a moral panic. Er is een morele paniek is er ontstaan. En die heeft voor een deel te maken met de beelden. Weer dat Bergamo-moment. Ja, dus fysieke angst voor fysieke je eigen angst, voortbestaan. De lijkkisten die niet meer bij tijds weggewerkt konden worden en die op het trottoir stonden, dat beeld. Een beeld van de pest, hè? Eigenlijk middeleeuwse beelden. Ja, precies. Ja. Ook de gedachte van een gedeelde kwetsbaarheid. Mm-hmm. Hoe illusoir dat achteraf gezien ook is. Mm-hmm. Want mensen zoals jij en ik hebben eigenlijk niets te vrezen van COVID-19. Maar er werd in eerste instantie toch gedacht van dit is een gedeelde kwetsbaarheid. Mm-hmm. Daarom ook dat die troefkaart van de solidariteit en de troefkaart van de besmetting. Ja. Hè, het is een soort democratisch virus. Iedereen is daar aan onderhevig. Dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En uiteindelijk ook het inspelen op zoiets van burgerschapsfatsoen. Ja. Je bent pas fatsoenlijk als je dat mondkapje op hebt. Als je die anderhalve meter in acht... Op zich vind ik dat nou weer een positieve les aan deze hele crisis. Daar kan je dus beroep op doen.
En veel mensen vinden dat ook terecht en houden zich er ook graag aan. Ja, maar dat heeft tegelijkertijd ook een naar kantje zichtbaar gemaakt. Nou, in de zin van dat je elkaar dan vervolgens ook moreel de maat gaat nemen. En dat je dus in het openbaar aangesproken wordt op het moment dat je je mondkapje niet goed op hebt, je mondkapje niet op hebt, je mondkapje te laat opdoet, ja. Je onvoldoende dus, afstand. Dus je sanctioneert eigenlijk de bemoeizucht en de regelzucht van sommige mensen. Ja. En een groot aantal mensen hebben op de een of andere manier zo'n interne regelneef of regelnicht in zich. En die hebben dit ook als een carte blanche ervaren om dat eindeloos voorzien van allerlei gevoelens van lust de vrije loop te laten. En dat is een kant van de samenleving die eigenlijk minder aantrekkelijk is. Ik bedoel, de gedachte alleen al dat er dus kliklijnen ingezet zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet meer dan 6 personen in hun huishouden hadden. Ja, dat zijn natuurlijk instrumenten waarvan je eigenlijk denkt dat past niet bij een open samenleving. Het past niet bij een liberale samenleving waarin je eigenlijk pas ingrijpt op het moment dat je duidelijk kunt aangeven dat datgene wat diegene aan het doen zijn schade berokkend aan anderen. Nou, we hebben dat idee, dat is het harm principle van John Stuart Mill, klassiek liberaal beginsel. Pas ingrijpen door de staat op het moment dat er overduidelijk schade berokkend wordt aan derden. Nou, we hebben dat schadebeginsel wel enorm opgetrokken. Want we hebben eigenlijk van iedereen een potentiële virusdrager gemaakt. Nou, dat heeft een volgens mij collectieve angstneurose opgeleverd. En die is in de pers eindeloos herhaald. Waardoor het ook op een gegeven moment niet meer mogelijk was om televisie aan te zetten, radio aan te zetten, internet raad te plegen of een krant te lezen zonder gebombardeerd te worden met eigenlijk contextloze cijfers over hoe erg het allemaal wel niet was, waarbij er van jou vrij veel kwantitatieve vaardigheden vereist waren om dat op de een of andere manier te relativeren. En op het moment dat je dat dan ging relativeren, dan kom ik eigenlijk op de kern. Het is dus er is een consensus geconstrueerd. Ik noem dat consensus maken. Er is een consensus gemaakt controversieel is, die dus ook gebaseerd is op controversiële data, op controversiële inzichten en die dus kwetsbaar en breekbaar is. Nou, dan krijg je vervolgens de stap dat die consensus, juist omdat ze kwetsbaar is, met een vrij grote mate van agressie verdedigd moet worden. Dus op het moment dat jij het waagt, en zeker als je publieke standing hebt, je bent psychiater, Damian Denies, noem al die anderen maar, of je bent bedrijfskundige die nagedacht heeft over collectief omgaan met risico's, Ira Helslot, of je bent voormalig denker des vaderlands, René ten Bos. Je hebt standing, of je bent huisarts, of je bent epidemioloog, want ook al die epidemiologen denken niet hetzelfde. Daar zijn verschillende paradigma's. En je durft het, je waagt het om kanttekeningen te plaatsen bij wat op dat moment de consensus is. Ja, dan word je dus inderdaad agressief uitgesloten. Omdat men ook die consensus geconstrueerd heeft in een crisis. Ja, absoluut. Dus, en die crisissituatie rechtvaardigt de agressiviteit. Het is een oorlog. Ja. We hebben een vijand. Ja. En die vijand moet collectief bestreden worden. Ja. En dan krijg je dus dezelfde logica als in een daadwerkelijke oorlog. Op het moment dat jij het waagt om de strategieën en tactieken van de oorlogvoerende partijen te bekritiseren, ben je een landverrader. Ja. Nou, het is bijna diezelfde logica die hier aan het werk is. Dus de eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid. Hè? Is een bekend gezegde. En dat hebben we dus inderdaad gezien. En in deze situatie dus wordt het moeilijk om alternatieven. Ja, en dat wordt wrang op het moment dat je dat een jaar lang doet. Je erachter komt dat de baten van je maatregelen eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet opwegen tegen de kosten ervan. Ja, en de baten van de maatregelen en de maatregelen zelf voordelig uitvallen. Ja, die grotendeels slaan bij een specifieke groep neer. Ja. En de kosten ervan die slaan bij een veel grotere groep verspreid over tijd.